Ja, zaterdag 16 januari. Het is 10 uur in de morgen en we zijn hier bij T-Kwadraat. In T-Kwadraat worden activiteiten gehouden in verband met het feit dat de Tilburgse Sportraad 50 jaar bestaat. Wij als lot zijn een kijkje gaan nemen en wij maakten voor u de volgende impressie. De Sportraad bestaat 50 jaar en we vonden het een aardig idee om ook de gemeente Tilburg, vertegenwoordiger jou Jan, iets aan te bieden van blijvende waarde. En sport is ook een sociaal functioneren, sociaal gebeuren. En daarom hebben we gekozen voor een social bankje. We hebben elkaar gisteren natuurlijk ook gesproken. Maar wat ik wel heel belangrijk vind om nog een keer hier te zeggen. Jullie zeggen eigenlijk, jij zei net van we voegen nog iets van waarde toe. Maar vergis je niet dat je als sportraad de afgelopen 50 jaar enorm veel hebt toegevoegd aan waarde in Tilburg. Kijk wat hier staat, mede dankzij jullie inzet. T-Kwadraat, de ijsbaan, nieuwe zwembad. Nou, we kunnen zo wel nog een uur doorgaan. Dus er is enorm veel gebeurd dankzij jullie steun als vrijwilligers voor de sport. En dit hoort daar wel bij, want het mooie is van zo'n bankje, dat is een symbool ook tegen de verkilling in de samenleving. En sport speelt daar een geweldige rol in, en jullie zeker. Dus als sportraad wil ik jullie nogmaals van harte feliciteren en een fantastische dag wensen. Want het wordt een hele mooie, denk ik, drukke dag waar sportiviteit hoogtijd heeft. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Karin, je bent zeker weer blij dat er een bankje bijgekomen is in Tilburg. Ik ben hartstikke blij dat er weer een bankje bij is. Ik vind dat elke straat in Tilburg een bank moet hebben. En of er nou zo eentje zo'n sofa is, of dat er nou een houten of een ijzer of wat dan ook is. Maar in elke straat hoort een bank. Dus weer een bank erbij. Weer blijer. Ja. En het hoeveelste bankje is deze daar? Oh, dat weet ik niet. Ik heb het niet geteld. Honderden hebben we er nu. Kijk, ik denk in Tilburg ongeveer een stuk of 200. Ja. Maar in Nederland loopt het nou ook hartstikke goed. Hè? Heel Nederland is aan het plakken. Ja. Grappig, hè? Nou heb ik gezien dat zeg maar, het merendeel van de bankjes in Tilburg, die hebben zo hun eigen ontwerp. Heb jij daar ook ideeën over om zeg maar, deze bankjes op deze manier te ontwerpen? Of laat je daar een ander over? Nou, we hebben verschillende manieren zoals we aan onze ontwerpen komen. We krijgen ze meestal aangeleverd. Bijvoorbeeld scholen die met een hele hoop kindertekeningen komen. Of een kunstenares of een decoratrice of decorateur uit een wijk die dat zelf doet. We hebben kunstenaars die nou heel veel ontwerpen ook aan het maken zijn. We zijn met Hans in de Meebank bezig. De kunstenaar die het zelf op komt zetten. Die elke 2-3 dagen langs moet kijken of we de goede kleurtjes en of we de goede lijntjes volgen. En maar deze bank, daar hebben we dus door een ontwerpster laten maken. Okay. Ja. Dus die praten met de opdrachtgever, in dit geval dan de sportraad. Ja. Maar ja, dit was wel duidelijk, je moet gewoon alle sporten op. Ja. Nou, Sona, heeft iedere gezonde mens heeft zo zijn ultieme droom. Wat is die van jou? Heel Nederland, elke straat een bank. En dan ga ik rustig sterven. Dankjewel. Op een van die bank. Dankjewel. Zo, wat voor soort sport zien we hier? Floorbal heet de sport. Het is ook wel bekend als unihockey. Het wordt op scholen veel gedaan. Het is afgeleid van ijshockey. Je speelt in de zaal. Je hebt eigenlijk niet veel nodig behalve een stick en een zaalschoenen. En tot 5-5 gespeeld. Meestal met de grote goal. Er staan hier twee kleine goals. Maar wij spelen normaal met de grote goal op de grootte van een zaalvoetbalveld. Is het een groeiende sport binnen Nederland? Ja, vooral de jeugd is er heel erg mee bezig. Ik denk dat 60-70% van de leden van de bond jeugd is. En het wordt op basisscholen veel gedaan, op middelbare scholen wordt veel gedaan. Omdat het is heel makkelijk. Je pakt een stick, een balletje en je kunt gaan. En daardoor is het heel toegankelijk. Het is zeker geen dure sport? Nee, het is een zeer betaalbare sport. Je hoeft eigenlijk alleen een stick en zaalschoenen aan te schaffen. En er staat wel een boarding omheen, maar die wordt meestal geleverd natuurlijk. Dus het is goed betaalbaar. Dankjewel. Theo, met welk doel is de Tilburgse Sportraad opgericht? De Tilburgse Sportraad is opgericht 15 januari 1960 als doel om de belangen te behartigen van de sportverenigingen. Opkomen voor de sport in Tilburg. Waaruit bestaat het hoofdbestuur en hebben zij ook een onafhankelijke status? We zijn totaal onafhankelijk van de gemeente. We hebben natuurlijk wel veel met de gemeente te maken. Maar we krijgen ook en willen ook geen subsidie van de gemeente om onafhankelijk te blijven. We hebben 4 afdelingen. Een afdeling velden, een afdeling water, een afdeling zaalsport en een afdeling overige sporten. En elke afdeling levert bestuursleden voor het hoofdbestuur. Kunnen nou ook professionele sportclubs lid worden van de Tilburgse Sportraad? Het gaat alleen over amateurverenigingen. Dus Trappers is geen lid van ons en ook Willem II is geen lid van ons. Is daar een reden voor om dat zo te doen? Ja, dat zijn bedrijven, commerciële bedrijven. En wij zijn gewoon voor de amateursport in Tilburg. Is de Tilburgse Sportraad ook betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw beleid met betrekking tot sport in Tilburg? Dat is het hele mooie ervan. Een
10, 15 jaar geleden kregen we een nota aangeboden die klaar was. Nu worden we van begin af aan betrokken. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de sportnota Niemand Buitenspel. Van begin af aan zijn de ambtenaren met ons in gesprek geweest om die sportnota te ontwikkelen. Ja. Op dit moment worden nieuwe plannen voor, dat is het tweede voorbeeld, voor Drieburg gemaakt. En mensen van ons zitten in de klankbordgroep om dat mee te ontwikkelen. En nou is er ook een symposium geweest hier. Ja? En dat symposium was een leven lang sporten. Waarvoor was dit bedoeld? Iedereen moet bewegen, het liefst een half uur per dag. En het begint al met moeder en kind zwemmen en tot en met senioren doen. We proberen iedereen aan het sporten te krijgen. Nou heb ik straks Karin Bruurs gesproken. Ik heb haar gevraagd, iedereen heeft zo zijn eigen ultieme droom. Jij hebt ongetwijfeld ook een ultieme droom. Ja, ik heb een droom dat iedereen kan gaan sporten. En dat financiën geen belemmering is. En daarom zijn we ook absoluut tegen tariefsverhogingen. Want tariefsverhogingen betekent dat mensen minder kans hebben om te gaan sporten. Ja. Maar Tilburg heeft er goede redenen voor. Als mensen sport niet kunnen betalen, kunnen ze beroep doen op de gemeente om toch te gaan sporten. Denk aan de meedoenregeling, denk aan de regelingen voor kinderen te laten, met korte laten schaatsen en dergelijke. Dankjewel. Oké, okay, heel graag gedaan. Zo, we staan hier nou bij de stand van Kunst en Kracht. Hoe lang bestaat Kunst en Kracht al? We bestaan in 2009, stonden bij 90 jaar. En wat doet Kunst en Kracht zoal binnen Tilburg? Hebben jullie veel leden? We hebben ongeveer 600 leden en wij geven van kleuterles tot gehuurde damesles. Nou zie ik achter jou hier de plaat Wereldkampioenschappen turnen. Zijn er nou ook turnsters van Kunst en Kracht die hier aan meedoen? Nee, helaas. Wij hebben zeg maar wel tot met divisie 1, maar echt topsport wordt in Tilburg niet gegeven. Want dan moet je zeg maar minimaal 30 uur in de week trainen. Ja. En wij vinden nog altijd, je moet voor je plezier gaan turnen. En dus daar doen ze van ons helaas dus niet aan mee. Dankjewel.